jongens en meisjes, dames en heren, hier bij de 380ste verjaardag van de Universiteit van Amsterdam. Hallo, ik ben Fleur en ik ben wetenschapper aan de UvA en ik doe onderzoek naar hoe mensen muziek horen. Wat maakt nou iemand muzikaal? Hoe komt dat? Is dat speciaal als je muzikaal bent of is dat eigenlijk heel normaal? Hier hebben we een kakatoe. Wie denkt er dat er een kakatoe, dat die maatgevoel heeft? Oh, ongeveer de helft. Nou, die kakatoe heeft wel maatgevoel, hè? Die kan echt wel dansen. En nu ga ik jullie even laten zien wat er allemaal voor instrumenten in dat orkest zitten. En dan kunnen jullie straks, nadat zij het concert hebben gegeven, kunnen jullie die instrumenten van dichtbij gaan bekijken. Ja, dat is de altviool. Mooi, hè? En hoe groter het instrument, hoe lager die eigenlijk klinkt. Dus we zullen horen, de cello is zelfs nog een beetje lager. Ja, mooi, hè? Zo laag. Ja, leuk, hè? Zo'n piccolo. Ik vind hem altijd heel schattig. Dit verhaal gaat over Mowgli. Mowgli van de jungle. De wolven die hem hadden opgevoed en bij wie hij woonde, hadden hem die naam gegeven. Mowgli betekent kleine kikker. Van de dieren leerde hij de wet van de jungle. Hij leerde met ze praten, hoe ze doen. En als een soort wolvenjong leefde hij met hen in het donkere hart van het oerwoud, waar de stilte zo stil is dat je hem bijna kan horen. Help, help! Red ons, Mowgli! Shere Khan! Shere Khan is terug! Help! Dat was de allerlaagste.